maar ook een beetje over cowboys en boevenwereld. Over nieuwe dingen waar nieuwe ideeën ontstaan, nieuwe concepten. En dus erg leerzaam ook. En kijk wat anderen doen. En wat ga jij vandaag vertellen? Want we moeten ook van jou leren. Nou, ik ga een beetje kijken of we daar... De titel van mijn spreekbeurt heet... Is online performance-based advertising iets voor een luie marketeer of heeft het meer om handen? Uiteindelijk is het natuurlijk niet voor de luie marketeer, maar zo is het ooit wel eens een keertje voorgeschoteld van performance-based. Je hoeft helemaal niks te doen, je betaalt alleen maar voor de conversie en uiteindelijk heb je heel veel gratis bereik erbij en mensen gooien hun cookies weg. En fantastisch voorgeschoteld wat je ermee zou kunnen doen. En nu, tig jaar later of een aantal jaar later, zijn we natuurlijk nog steeds bezig met performance-based advertising. Maar kennen we inmiddels de valkuilen, weten een beetje hoe de wereld in elkaar zit. En daar ga ik een verhaal over vertellen. En ik hoop dat er ook een wat discussie ontstaat met een aantal valkuilen. Wat voor valkuilen zijn er? Nou, er zijn een aantal valkuilen. Eén, dat je er bovenop moet zitten. Twee, dat we te maken hebben, vooral in het affiliate gebied, waar we vroeger adverteerden bij een publisher. Daar kon je die publisher vertellen wat je wilde en hoe die dat moest doen en hoe je dat organiseerde. En eigenlijk moest je het zelfs helemaal aanleveren. En nu heb je te maken met een tigduizend aantal publishers, zijn de affiliates, die aan de haal kunnen gaan met jouw aanbod. Je betaalt ze per conversie. Dus zij gaan er alles voor doen om een conversie te halen. En dat kan al heel erg strijdige belangen zijn met wat jij met je merk wil of hoe jij je klanten wil benaderen. Of ze kunnen misschien wel met je uitingen aan de haal gaan dat je zegt normaal verkopen vanaf €200, maar zij zitten in de banner vanaf €100. Want dan verkopen we meer. Nou ja, dus uiteindelijk is dat een waarschuwing eigenlijk wat we ermee kunnen. Hoe stuur je dat aan dan? Nou, heel goed de ingangscontrole proberen te houden. Dus welke affiliates mogen ons verkopen, welke niet. Heel goed samenwerken met de netwerken. Een reglement opstellen. En is ook maar de vraag over de netwerken. Want de ene zijn de boeven, zeg maar. Of kunnen de boeven zijn. En de netwerken zijn vaak de cowboys. En aan wiens belang dienen die? Hè? Dienen die het belang van mij als adverteerder? Om zoveel mogelijk conversie binnen te halen? Of dienen die het belang van de affiliate of hun eigen belang. Het moet natuurlijk alle drie hun belang zijn. Maar dat is niet altijd zo. Hè. Het gaat natuurlijk om wie pakt het laatste cookie en catch-em-all principes. Want we doen het op een fingerprint en met een post-view. En hoe lang is je cookie termijn? Dat soort dingen, dat zijn allemaal een soort cowboy-praktijken waar je in de lopende tijd mee te maken krijgt. Waar je wel voor moet waken. En de cowboy-wereld is een hele aparte. Ben jij dan de Indiaan? Nee. Uiteindelijk die cowboywereld en gelukkig. Hè, want een cowboywereld is ook goed. Want de cowboys die innoveren wel. En die proberen en die gaan. Dat zijn wel ondernemers. Hè, zowel de netwerk als de affiliate. En die gaan heel ver in hun methodes om sales binnen te halen. Om sales toegewezen.